De werkzaamheden op de internationale glasvezelkabel van het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesur zijn afgelopen vrijdag afgerond. Deze hebben het bedrijf bijkans 1,5 miljoen US dollar gekost. De urgente werkzaamheden hebben langer geduurd dan verwacht. Er moesten namelijk niet eerder geconstateerde defecten die tijdens de fysieke inspecties aan het licht kwamen worden aangepakt. Telesur heeft voldoende backup capaciteit om het internetverkeer via de internationale glasvezelkabels Americas 2, Kanawha en Arcos op te vangen, maar klanten kregen te maken met vertragingen wegens een storing om de lokale backup glasvezelkabels te Mungo als gevolg van onverantwoordelijke graafwerkzaamheden van derden. Momenteel loopt het internetverkeer weer via de herstelde SGSCSC-kabels en wordt nauwlettend gemonitord.